een delegatie onder leiding van openbare werken minister Riyad Noor Mohammed. Die is er in het afgelopen weekend geweest richting Nikeri voor een aantal activiteiten. Maar meer activiteiten die vallen onder het directoraat onderzoek en dienstverlening. De directeur van het directoraat onderzoek en dienstverlening is de heer Sergio Cardoso, met wie wij dan ook spraken over de verschillende activiteiten welke zijn uitgevoerd in Nikeri. Zo is er een benzinepomp opgezet in het reisdistrict voor overheidsvoertuigen. Daarnaast heeft men het startsein gegeven voor het renoveren van het gebouw van de meteorologische dienst in Nikeri. En verder wordt er aankomende vrijdag een veiling gehouden van voertuigen van de overheid. Verder spraken wij met de directeur over het directoraat onderzoek en dienstverlening. Dit is het vierde directoraat van het ministerie van Openbare Werken. Als voor ons we praten over jullie recente bezoek aan Nikeri, wil ik toch wel graag eerst van u weten, want ik denk dat de kijkers en luisteraars dat ook graag willen weten. Het directoraat onderzoek en dienstverlening, ja, waarmee zijn jullie in feite belast hier op het ministerie? Goedemiddag, van mijn kant uit. Waarmee we belast zijn is eigenlijk meer het administratie gedeelte, maar logistiek alles dat te maken daarmee heeft, is dan nu bij ons onderzoek en dienstverlening. Wat er eigenlijk is, kijk, je had eerst drie directoraten en nu is er dan die vierde erbij gekomen, onderzoek en dienstverlening, dat meer gelegenheid biedt voor de andere directoraten om vaktechnisch bezig te zijn. Wat wij doen is meer bezig zijn met toevoer van brandstof, aanschaffen van voertuigen, maar ook als het gaat om weersomstandigheden, meteorologische dienst, dat doen wij ook. En het projectmonitoring systeem hebben we ook onder onze directoraat. Ja, en hoe groot is het directoraat zelf? Het directoraat is best groot hoor. We praten over plus minus 500 tot 600 man die hier onder werken. Okay. En waarin zit het meeste uren van u in het, als het gaat om het werk? Het meeste uur van mij, moet ik zeggen. Eigenlijk gaat het ook meer een beetje naar brandstof en aanschaf van voertuigen. Maar ook meteorologische diensten, die is ook, zijn we heel vaak mee bezig. Ja. En vooral in deze periode, directeur van de klimatologische veranderingen, de vele regens. Wat is vooral belangrijk voor u om te weten vanuit de meteorologische dienst? Okay, kijk, we moeten eerst, voordat we daarna gaan kijken, moeten we ook kijken naar capaciteitsversterking. Wat er is gebeurd in de tijd, is dat een beetje is gaan verwaarloosden. De instituten hebben niet de aandacht gekregen wat ze zouden moeten krijgen. En daarom zijn we vooral nu bezig het aanschaffen van apparatuur. Maar ook de mensen weer op dat niveau brengen, zodat ze internationaal ook kunnen opereren. En goede resultaten kan boeken. En ook goede voorspellingen kan doen voor de gemeenschap. Dus dat is eigenlijk onze core dingen nu, of onze focus nu. En uiteindelijk gaan we dan verder. Maar voor nu is het eigenlijk een beetje meer het instituut brengen naar het niveau dat het verdient. Ja, en wat ik u daarnet vroeg, wat wilt u toch wel dagelijks weten van de meteorologische dienst? Oké, wat we nu doen is om de ene dag krijgen we wel voorspellingen. Het is een neerslag waar het mogelijk gaat regenen als het een beetje zonnig wordt en zo. En dat heb je ook nodig bijvoorbeeld voor wegen wanneer ze gaan plannen om te gaan schriebelen of om te gaan onderhouden. Dus wat wij nu doen is eigenlijk de informatie. Het wordt al altijd gedaan hoor, maar nu doen we het. Kijk, als mensen dat ook willen hebben, kunnen ze dat vragen, dan krijgen ze gewoon. Dan kan je ook berekenen, in de eerste volgende twee dagen zijn dit de weersverwachtingen. Dus de weersverwachtingen is nu eigenlijk waarvoor we gaan. Ja, en wat doet het directoraat met de informatie? Wat we met de informatie doen, het gaat naar de verschillende autoriteiten. Kijk bijvoorbeeld NCCR, we verstrekken ook informatie. En ook voor belanghebbenden. Dus gewoon het geheel volk. Ja, en u zei ook heel veel tijd en aandacht van u gaat naar brandstofvoorziening.
Dat is voor de voertuigen van het ministerie of van de overheid? De hele overheid, dus behalve Defensie en Korpspolitie. Dus alle andere ministeries dan. Dus het gaat om dienstvoertuigen, mensen die aanspraak daar hebben. En waarom we ook een beetje monitoren, is omdat eigenlijk er moet niet een wilgroei gaan ontstaan. We willen weten waarvoor je benzine gaat gebruiken. En als het dan gerechtvaardigd is, dan kom je in aanmerking ervan. En u weet, de situatie laat het ook niet toe dat we zomaar mensen benzine gaan geven die als het ware het niet nodig heeft. Ja. En wat is uw beleid dus daarop? Het beleid daarop is gewoon, we hebben focus point van elke ministerie. En die zijn we dagelijks mee in contact. En als er een formulier is gekomen, dan gaan we het bekijken. En zeg dat het is afgekeurd, dan wordt het netjes afgemeld en aangegeven waarom het is afgekeurd. Dus we gaan zo veel mogelijk bezuinigen daarop. En dus dat waarom het nog gemonitord wordt. Ja. Wat zijn de gronden op waarvan een verzoek afgewezen kan worden, directeur? Er zijn een aantal circulaires de deur uit gegaan en brieven naar verschillende ministeries. Eigenlijk is benzine voor de staffers. Eigenlijk geen mensen beneden een hoef. Eigenlijk hoefde komen zelf niet aan orde als je geen dienstvoertuig hebt. En we hebben ook zo bijvoorbeeld gezegd, mensen met een privévoertuig komen niet in aanmerking daarvoor. Dus als het een dienstvoertuig is, mag je dat hebben. En daarna heb je dan de OD's, de directeur en een ministers. En daar ook heb je ook limieten waarbij je kan tanken en zo. Ja. En hoeveel auto's heeft u in uw bestand? Dat is behoorlijk, hoor. Ik weet het niet zo uit het hoofd, maar het is een behoorlijk aantal. En wat wij ook zijn bezig te doen, het is een jaar geldig. En wanneer je weer gaat aanvragen, dan gaan we dan even weer de evaluatie maken hoe het is gegaan. En als je nog in aanmerking komt daarvoor. Maar voor is onze doel om uiteindelijk te gaan naar alleen dienstvoertuigen die getankt zullen worden. En één voertuig mag hoeveel liters per week, per dag? Het hangt van het gebruik af, hoor. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben gesteld dat de directeur 50 liter per week kunnen tanken. En bij de minister is dat iets meer. Dat hangt ook af van hoeveel ze rijden of waar ze naartoe gaan. Dat kunnen ze incidenteel tanken. Maar standaard staat dat op 100 liter. En bepaald is het ook 80 liter per week. Ja. Dus hoe komt het? De stukken komen bij u ter goedkeuring en u accordeert? Het gaat eerst naar onze afdeling, de MTL, dus materiaal logistiek. Dus, en dan gaat het eerst daar en dan gaan zij dat eerst de technische aspecten bekijken. Ze gaan kijken als het een dienstvoertuig is en als bijvoorbeeld belang de persoon rechtmatig is of de persoon het mag aanvragen. En dan wordt het vervolgens gestuurd naar de OD. Dat is onderzoek en dienstverlening. Dan komt het naar mij toe en dan vervolgens stuur ik het naar de minister. Ja. En zoals ik het al zei, de afdeling is onderzoek en dienstverlening. Ja, wat valt verder onder onderzoek? Onderzoek heb je dan bijvoorbeeld, we hebben onderzoek en innovatie, wat ik daarna zei. Daar heb je dan de grondmechanische lab. Je hebt ook de waterloopkundige dienst. Dat is ook die op hoogtemetingen doet, watermetingen, waterkwaliteit. En dan heb je dan de meteorologische dienst die daaronder valt in onderzoek, ja. Dus behoorlijk veel, directeur. Klopt, helemaal. Ja. En ik zei het al, heer Kadosu, u bent met een team van OW is het afgelopen weekend richting Nikeri geweest. Waarvoor? Eigenlijk was het via de minister, hoor. De minister was ook aanwezig en er waren een aantal projecten. En vooralsnog waarover ik ga praten is dat van onderzoek en dienstverlening. Hadden we de opening van de benzinepomp. We hadden ook een start zijn van meteogebouw, renovatie van meteogebouw. En ook een openbare veiling. Die gaat gehouden worden vrijdag. En daar de zichtdagen, in verband met de zichtdagen, waren we ook even daar. Omdat het na heel lang weer een openbare veiling in Nikeri gaat geschieden. Intussen zijn wij nu bij de vijfde. Maar in Nikeri is dat weer na heel lang. U zei een pomp. Is ja, benzine. Ja. Waar is dat geopend? In Nikeri, OE-complex, wat er is. Eigenlijk, er zijn veel ministeries die naar Nikeri gaan.
En voordat ze dan die keer gaan vragen, is dat incidentele brandstof om ze hun terugreis te kunnen garanderen. Mm. En wat er gebeurde ook is dat men met jerry tanks bezig gaat zijn en zo. En dat is vanaf het begin de ministerie heeft aangegeven, daarmee gaan we stoppen. En om beter de mensen aan te kunnen voorzien, hebben we dan gebruik van gemaakt van een tank die hier was, hebben we daar geïnstalleerd. Dan heb je dan voorziening voor diesel en gasoline wanneer je gaat. Je komt bijvoorbeeld hier binnen als je weet dat je volgend week gaat, dan moet je binnen 3 dagen de aanvraag doen voor incidenteel. Dan wordt het goedgekeurd en dan krijg je zo een brandstofformulier mee. Dan kan je al daar tanken om terug te kunnen keren. Ja. En hoe groot is de capaciteit? Voor onze diesel is het ongeveer 35.000 tot 40.000 liter kan het aan. En gasoline is ongeveer 15.000. We moeten ook aangeven dat er heel veel gebeurt daar in Nkeri. Er heb je machines van andere ministeries, waardoor ze ook benzine nodig hebben of diesel nodig hebben om hun werkzaamheden te verrichten. En ook met dat in het achterhoofd hebben we dan besloten om dat te openen. Ja. En dan heeft de renovatie plaatsgehad van het meteodienst in Nkeri. Wat moest daar gerenoveerd worden? Nee, het is staat zijn. Het is nog niet. Het is net begonnen. Zoals ik heb aangegeven in het begin, is het zo dat we nu bezig zijn om de mensen voor een goede huisvesting te voorzien. En het kantoor is na jaren weer, gaan we het weer renoveren. Ze hebben een kantoorruimte waar ze dagelijks zitten om te werken en hun woning ook, die krijgen ook een facelift, zodat ze ook in een goede ruimte en goede plaats kunnen huisvesten. Hoe actief is de meteodienst van die kering? Ja, is heel actief. Dus ze krijgen dagelijks de informatie en dat wordt ook verwerkt in zoals ik daarnet had gegeven, onze voorspellingen. Met apparatuur waarmee ze werken? Ja, dat hebben ze ook. En ze moeten wel nog een paar dingen krijgen en dat komt wel binnen een maand tot 2 maanden wel in orde. We zitten ook met een project van de UNDP, die GCCA+. En er worden dan daar ook apparaturen geïnstalleerd. En daarmee waar mensen dan de voorspellingen kunnen doen. Bij de projecten, pomp en de renovatie, die zal beginnen. Waaruit wordt dat gefinancierd? Van de renovatie wordt gewoon uit de begroting gefinancierd. En ook onze dieselpomp wordt ook uit de begroting gefinancierd. Ja. En u zei, derde is een veiling, na lange tijd weer voor Nkeri. Het gaat hier om voertuigen van? Van de hele overheid. Dus het gaat om niet bruikbare voertuigen, ofwel karkassen en ijzerwaren. Dus dingen die misschien nog een waarde hebben, maar voor ons als ministerie of voor de overheid is het dan niet meer te repareren. En daar blijft het niet zitten, want je hebt echt achterstand van karkassen die jaren zijn blijven zitten en in waarde dalen. Dus dan gaan we dan over tot de openbare veiling ervan. En dan kunnen mensen gewoon inschrijven en dan heb je daarvoor had je donderdag en vrijdag zegdagen. En aanstaande vrijdag heb je dan de openbare veiling dan. Hoe werkt dat bij de overheid, zo'n veiling? Kunt u dat een beetje uitleggen? Zo'n veiling is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Als het bijvoorbeeld OV-voertuigen zijn die hier zijn, dan als er nog een bepaalde waarde is, dan komt de taxatiecommissie. Zo niet, is het dan de hoogste bieder. Maar iedereen mag dan meedoen aan zo'n openbare veiling. Dus als je weet, het wordt dan bekendgemaakt, een bestek. Dat wordt geplaatst op onze website. Je kan dat ook hier op OV kopen, ook in Nkeri. Kan je meedoen, inschrijven en de zichtdag gaan kijken. En op de dag van aanbesteding dan kom je aan Riza en dan dien je envelop in. Ja. En de interesse is groot? Ja, we hebben al de 4 achter de rug, dit wordt de 5e. Nee, ik bedoel die van Nkeri, de interesse is groot? Ik heb nog geen rapportage gekregen, maar zoals het eruit ziet is het wel altijd zo. Uitgaande van de vorige, is er altijd interesse.